Vanavond is ook om een andere reden een feestje. Ik ben natuurlijk als vrouw de vrouwenzaak toegedaan. En het gaat ook over de stad. En de stad waar ik ben komen wonen inmiddels bijna 40 jaar geleden. Dus ik ken Amsterdam uit de tijd van de film van Nettie van Hoorden. Dat vrijgevochtene, dat nou ja, zeg maar gerust slonzige, beetje armoedige. Een tijd waarin alles kon. Dat is heel erg veranderd. We hebben de stad echt zien veranderen. En misschien hebben we ook de vrouwenzaak zien veranderen. Maar dat is iets minder zeker. Daar gaan we zeker vanavond over hebben. En we gaan beginnen met de jonge generatie. Met de filmmakers in opleiding. Kate Hummel en Laura Bokhoven. Meisjes. Laura, jij bent tweedejaars aan de Filmacademie. Welke richting volg je? Ik volg de richting regie documentaire. Documentaire. En hoeveel mensen zijn er in jouw lichting, jouw klas? Vijf. Vijf? Wat weinig. Ja, heel weinig. Huh? Ja, zeker. Oh. En hoeveel van hen zijn vrouw? Bijna allemaal. Eentje is een man. Kate, ja. Welke richting volg jij? Ik studeer regie fictie. En hoeveel mensen in jouw lichting? Bij ons zitten er 6 mensen in de klas. En daarvan zijn hoeveel vrouwen? Alleen ik. Ja. Wat een verschil. Is er zoveel meer belangstelling voor documentaires maken bij vrouwen dan voor fictie maken? Zou ik niet durven zeggen. Ik kan de statistieken niet op nalezen. Maar ik zie wel dat er over het algemeen, als ik dan terugkrijg naar de andere lichtingen, dat documentaire op een of andere manier wel populairder schijnt te zijn bij vrouwen. Maar ik kan me niet voorstellen dat die belangstelling er niet ook voor fictie is. Ja, ik sluit me daarbij op aan. Ik weet niet inderdaad of dat waardoor dat komt. Wat me wel verbaast inderdaad, dat er bij mij in de klas zo weinig vrouwen zitten. En dat verschil ook inderdaad heel groot is. Maar ik weet niet of er minder vrouwen fictiefilms willen maken. Jij bent juist een deel van een meerderheid in jouw klas. Jij juist een minderheid. Heb je het idee dat het welke rol speelt het vrouw zijn voor jullie in je dagelijkse omgeving op de Filmacademie? Is het een onderwerp? Hebben jullie het over? Heb je het idee dat je dit doorlopend onder de aandacht moet brengen omdat er te weinig aandacht voor is? Kate eerst? Ja. Nou, eigenlijk toen ik naar de Filmacademie ging, dacht ik, oké, volgens mij is dit helemaal de plek voor mij en dit is het. En ik heb eindelijk zin om te gaan studeren wat ik heel erg leuk vind. En toen ik in mijn eerste jaar zat, had documentaire en fictie samen les. Dus we zaten in een klas met 10 mensen waarvan dus de documentaire klas vrouw was. Dus ik had mijn vrouwen in mijn klas toen in het eerste jaar. Maar hetgene wat me wel gelijk heel erg opviel, buiten de klas, dat de filmgeschiedenis die wij leren op school over alle witte mannelijke regisseurs gaan. En ik voelde me totaal niet gerepresenteerd. Of ik dacht niet van, oh wow, dit kan ik ook. Omdat alle voorbeelden die ik zag waren mannen eigenlijk. En wanneer je dat adresseert, wordt er gezegd, ja, maar ze zijn er niet. Of het zijn er minder, of de mannen zijn belangrijker. En dat is wel een puntje waar vooral ook Laura en ik met z'n tweeën veel in het eerste jaar over hebben gehad. En het steeds probeerde aan te kaarten. Ook een voorbeeld is dat docenten heel vaak cameraman zeggen in plaats van cinematograaf of DOP of camerapersoon. En wanneer je daar wat van probeert te zeggen of daar een verandering in probeert te maken, wordt er verwezen naar dat, ja, maar dat is iets kleins. Het is taal. Het is gewoon zo. Terwijl taal, het is veel groter dan taal. En het is daarin wel ingewikkeld dat je daarin voelt dat de filmwereld in die zin een soort mannenwereld is. Heb je dat gevoel ook, Laura? Dat je echt in een mannenwereld beweegt? Nou, kijk, als ik natuurlijk kijk naar mijn lichting en mijn klas, dan kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Maar het zit vooral heel erg in dat wat Kate ook zegt. Zeker als je begint met filmmaken, ga je natuurlijk heel erg kijken naar andere filmmakers. De mensen die jou voor zijn gegaan.
En de school is natuurlijk, onderzoek je ook in je eigen tijd, maar de school is ook de ultieme plek om dat te verkennen. En als alle voorbeelden dan eigenlijk alleen maar de Hitchcocks zijn en de Godards van de geschiedenis, dan ga je toch wel afvragen van, hè, maar ze waren er toch wel. Dus ik denk dat, en op een gegeven moment denk ik ook dat je dat gaat geloven en ga je ook weer die makers kijken en ga je ook weer je daaraan proberen te relateren. Terwijl ze zijn er wel, alleen ze worden niet laten zien. En eigenlijk denk ik dat Kate en ik een beetje daar dan onze missie van proberen te maken om ook in dat curriculum dingen aan te passen, zodat mensen ook gaan geloven in... In ons vorige gesprek zeiden jullie allebei tegen me, we voelen ons niet, we herkennen onszelf niet in de kanon. Er is natuurlijk net een hele discussie geweest in Nederland over de vernieuwde kanon van de personen en de gebeurtenissen die in een nutshell Nederland vertegenwoordigen. Is er ook een filmkanon, een Nederlandse kanon? En ja, zijn daar geen vrouwen in? Te weinig, veel te weinig. En dat is ook een beetje, denk ik, het grootste probleem. Dat die kanon in principe, het wordt zo gezien als zo'n vast begrip. En een kanon zou eigenlijk een soort van parallel ding moeten zijn, denk ik, waar meerdere stromingen en meerdere genres en maar ook meerdere genders naast elkaar bestaan. Of dat we daar gewoon niet over hebben, maar daar zijn we denk ik nog niet. Maar daarin zie ik inderdaad te weinig vrouwelijke makers. En die moeten we volgens mij, die kanon moeten we nu gewoon op zijn kop gaan gooien. En er heel veel vrouwen in gooien en de mannen een beetje. Hey, die hebben we nu al genoeg gehoord. Jij zei tegen me, Laura, ik zou het liefst niet bezig zijn met het vrouwelijke filmer zijn. Net als Chantal Aggerman, die nu natuurlijk een prachtige tentoonstelling heeft hier, wil ik gewoon filmmaker zijn, niet een vrouwelijke filmmaker. Ja, klopt. Dat is iets waar ik naar streef. Ergens realiseer ik me ook wel dat... Maar ik hoor je, enerzijds ben je heel strijdvaardig. Anderzijds zeg je, ja, ik wil me eigenlijk niet als zodanig profileren. Nee, dat is een wens. Kijk, blijkbaar moet ik me daarmee bezighouden. En dat vind ik heel jammer eigenlijk. Het is iets waar ik eigenlijk een beetje van baal. Dat ik wil niet alleen maar films maken over vrouwelijke personages. Ik wil niet alleen maar in vrouwenwerelden me begeven. Ik wil overal films over maken en ook met iedereen. Niet alleen maar met mensen van mijn eigen geslacht, daar zou ik helemaal liever niet mee bezig zijn. Ja. Maar ik zie dat dat nodig is en dan wil ik me daar heel graag hard voor maken. Ja. Kate staat daar anders in, als ik het goed begrijp. Je zei tegen me, ik wil films maken vanuit vrouwelijk perspectief en daarmee vrouwen een stem geven. Heel standvastig. Ja, als ik kijk naar films, dan zitten er zoveel stereotypes van vrouwen in films en... zijn vooral de films met een sterk vrouwelijk hoofdpersonage spreken mij aan, omdat ik me kan identificeren met die films en omdat ik me geempowered voel, zeg maar. En ik vind het vooral als enige vrouwelijke regisseur in mijn klas, vind ik dan niet per se mijn taak, maar wel dat ik denk, ja, ik kan dat perspectief bieden als vrouwelijke regisseur. En ik snap wat Laura zegt. En ik denk ook van, het zou heel fijn zijn als we het er niet over hoeven hebben. Maar ja, we hebben ook zo'n avond als dit. Dus ik denk dat het nog steeds belangrijk is om over te hebben. En we hadden een workshop gehad van Meike de Jong. En die zei, ja, ik zet gewoon de vrouwen centraal in mijn films. Want ja, ik ben een vrouwelijke regisseur. Dus waarom niet? Ik kan dat perspectief bieden. En toen dacht ik, ja, inderdaad, waarom niet? Dus ik vind dat wel... ik vond dat heel inspirerend om op die manier dat maar in te vertelde kunnen me ook dat jullie een opdracht hadden gekregen voor een... wat was het? Een geluidsbeeld, heet dat? Te maken over één persoon. En het onderwerp werd een moeder met een huilbaby. En je schrok er zelf van dat je eigenlijk een beetje in een geëikt verhaal teruggevallen was. Dus klopt, wij zijn ook niet vrij van de stereotypen om ons heen. Nee, het zou. Ik vind het heel knap als je zegt over jezelf dat je helemaal niet in stereotypes denkt, omdat we in een maatschappij zijn opgegroeid waar je in films, in cartoons, weet ik veel, overal zitten stereotypes in. Daarvan uitgaan, zeg maar. En dat je als jongs af aan daarmee bent opgegroeid. En af en toe schrik ik van mezelf ook dat ik af en toe dus nog vanuit een stereotype denk. Of inderdaad gelijk daarin verval. Alleen ik vind wel dat je als maker je daarvan bewust moet zijn dat als je uiteindelijk echt iets gaat maken en het aan mensen gaat laten zien, van wat wil je daarmee overbrengen.
Wil je nog iets aanvullen, Laura? Maar ook zeker dat ik denk dat het juist heel belangrijk is om als vrouwelijke maker, en misschien geldt het eigenlijk voor fictie dan ook, dat net zo goed ik misschien stereotypes heb over een zogeheten mannenwereld, dan triggert dat mij juist en denk daar moet ik induiken, want dat wil je dan toch begrijpen. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is, dat je niet alleen blijft bij datgene wat je kent, en dat je dus ook aangaat van datgene waarvan je misschien dus vooroordelen hebt of datgene wat je niet begrijpt. En ik denk dat dat ons ook veel verder kan brengen in dit debat of met feminisme. Dat wou ik nog even toe. Laten we kijken naar een. We hebben een clip van werk van jullie allebei. Vroeg werk. Dus we zijn er vroeg bij geweest. Als jullie straks heel beroemd zijn, kunnen we zeggen dat we een vroeg werk van. Om te beginnen, Kate Hummel hebben gezien. Daarna hebben we het over. Mogen we de eerste clip van Kate? Wist je trouwens dat zeeotters elkaar vasthouden in hun slaap? Ja. Is dat heel schattig? Dat doen zeepaardjes trouwens ook. Waarom zouden ze dat doen? Omdat ze elkaar anders kwijtraken. Mag ik ook zo'n snoepje van je? Nee. Kom op, geef gewoon. Nee. Eens doen. Kom op. Geef gewoon. Kom op, ze gaan er allemaal uitvallen. Ja. Heel lekker. Ik ben best wel nodig naar de wc. Ik kan toch gewoon daar in de bosjes gaan? Boeien, er is toch niemand. Ik heb deze gemaakt, de laatste film die ik had gemaakt op de HKU. Want ik heb ook een jaar op de HKU gezeten. En ik wou iets schrijven over tieners en over voor het eerst ongesteld worden. En wat er in de film gebeurt is dat zij in de bosjes naar de wc gaat en voor het eerst ongesteld wordt. Ik vond het heel leuk om te maken, ook met jonge acteurs. En gewoon, ik heb heel veel met hun over gepraat. Van oké, hoe is dit in jullie kringen? Is dit ongemakkelijk als dit je zou gebeuren? En eigenlijk wat het idee was met de film is om daarna een soort van het gesprek te kunnen openen over ongesteldheid onder jonge vrouwen. Laura, je hebt ook een clip gemaakt. Het gaat over de stad. Past mooi bij stadsleven. Met een heel andere sfeer. Mogen we de tweede clip?
Het is alsof de roltrap een hartslag heeft. Alsof het een leven heeft, ja. Zeker. Ja, het is eigenlijk een beetje begonnen, dit idee, met het idee dat de stad eigenlijk altijd maar doorraast en dat rust heel erg schaars is. En wat ik heel erg mooi vond op de roltrap is dat het is eigenlijk een soort mechanisch middel, maar het dwingt mensen tegelijkertijd ook om stil te staan. En als je dan zeker bij de Vijzelgracht, die enorme roltrap, kijkt naar de mensen die daar dan even de tijd nemen om stil te staan, levert dat hele bijzondere beelden op, vond ik zelf. En het heeft ook te maken met de coronastad, omdat de stad nu ineens ook op een hele verstilde, meditatieve manier hebben meegemaakt. Wat heeft corona jou gebracht in deze tijd? Ook heel veel rust en contemplatie, denk ik. Het is grappig dat ik deze film was eigenlijk aan het begin van het jaar. En toen was het nog een soort van wensdenken. Een hoop dat iedereen zo mooi stil kon staan en even kon nadenken bij dingen zoals de mensen in de film doen. En ik denk dat, ondanks natuurlijk corona ook heel veel verschrikkelijke dingen met zich mee heeft gebracht, dat het schokkend genoeg voor heel veel mensen ook een moment was om even te reflecteren op alle dingen die ze doen. En voor mij was dat ook zo. Laatste vraag. Waar zien jullie jezelf allebei over 10 jaar? Hoe zie je je carrière dan? Kate? Ja, vind ik echt een lastige vraag. Ik hoop, of ik zie mezelf in ieder geval doen wat ik leuk vind. Doe je nu ook? Klopt. En ik hoop dat ik dat door kan blijven doen. Dus dat ik gewoon het liefst... Wat ik nu het leukst vind is film maken waar ik het meeste energie uit haal. Als dat over 10 jaar anders is, dan is dat oké voor mij. Maar als ik nu vanuit ga dat ik het nog steeds leuk vind, zou ik echt het heel vet vinden om over 10 jaar mijn speelfilmen af te hebben. Laura, jij hebt ook een droom. Ik heb ook een droom. ITVA natuurlijk. Dat is over 10 jaar sowieso gebeurt. En daarnaast denk ik ook dat ik wel hoop dat mijn films niet alleen voor mij leuk blijven, maar ook mensen aan het denken zetten. Eigenlijk zou dat natuurlijk veel belangrijker zijn dan welk festival dan ook, dat mensen ook iets hebben aan de films. En is het over 10 jaar volkomen vanzelfsprekend dat jullie regisseur zijn en ook nog vrouw? Tuurlijk. Oh, ja. Mooi. Ik help het je hopen. Dank je wel. Laura Bokhoven, Kate Hummel, dank jullie wel. Ik geef nu graag het woord aan Romy Albers, die een fragment gaat tonen. Een van 2 fragmenten die hij vanavond voor ons uit de archieven heeft geplukt. Eerst maar even een kleine bekentenis. Daarnet kwam de canon voorbij van de Nederlandse film. 13 jaar geleden zat ik in de commissie. 16 films uitgekozen, geen één van een vrouw. Dus het is misschien goed om daar eens een keer over na te denken. En met een andere generatie, want ik was toen de jongste van een groep mannen. Er zat 1 vrouw bij en Jeltje van Nieuwen was de voorzitter. Maar ik kan me ook niet herinneren dat het een discussie is geweest. Dus in zoverre dat deel. Nu gaan we over naar het eerste fragment. Fragment van 5 mei 1970. Een fragment dat we 2 jaar geleden teruggevonden hebben in het archief. Het prettige aan een filmarchief is dat het toch een grote snoepwinkel is. Er zijn heel veel mooie dingen gemaakt. En op een gegeven moment deden we een blik open. En er zat geen commercial van 50 seconden in, maar 40 minuten ongemonteerd kleurenmateriaal van Amsterdam 1970. Kabouters, dolomina's, verkrotting van de stad. De eerste begin van zeg maar, de renovatie van de stad. En een groot deel speelt zich af op 5 mei 1970. 25 jaar bevrijding, met een bevrijdingsmarkt op het Spui. Met een steentje van Dolomina. En er zit 1 minuut 40 ongemonteerd kleurenmateriaal, omkeer 16, van die stand van de Dolomina. Dat was het middaguur, de drukte op het Spui. Het vervolg daarvan is dat we hebben kunnen reconstrueren, is dat na de middag de meeste mensen richting Herengracht zijn gegaan om daar een pand te kraken. Want het was niet alleen bevrijdingsdag, het was ook nog Nationale Kraakdag. Pand is gekraakt, dat heeft geleid tot... daarna veel schermutselingen. Dan kom je echt in de mannenwereld terecht. En uiteindelijk tot processen die er weer toe hebben geleid dat de wet in Nederland veranderd werd. En dat je, zeg maar, kraken mocht als er een tafel, een bed en een stoel stond, ging dat boven het eigendomsrecht. Dus dat heeft die dag opgeleverd. Maar wat de dag ook opgeleverd heeft, de getuigenis, is zeg maar Dolomina.
Ze waren een half jaar oud. Volgens mij was het tweede nummer van Dolomina net uit. Tenminste, dat wordt aangeboden aan iedereen die daar op die bevrijdingsmarkt op het Spui is. Ik wil graag de vloer geven aan Dana Linsen, filmjournalist, die een column gaat uitspreken. Dankjewel, Tracy. Een column is eigenlijk een soort wandeling. Dan neem je mensen mee door je gedachten. Maar het nadeel van mensen meenemen op een stadswandeling door je gedachten is dat dan op weg naar waar je wil beginnen, gebeuren er ook al dingen. Dus ik was eigenlijk ook heel erg benieuwd om even toch nog een vraag aan Kate en Laura te stellen. Want jullie zaten in het begin, of in het eerste jaar zaten jullie bij elkaar. Hadden jullie toen al besloten of je documentaire of fictie ging doen? Oké, dus daar word je op aangenomen. Eén van de vele verhalen hoe de vrouwen uit Hollywood verdwenen is die documentaire over Alice Guy heeft hier gedraaid. Draait volgens mij nog één keer, Marieke. Dat was een dame van formaat. Die had haar eigen studio rond 1910 in Hollywood. Kwam uit Frankrijk en die was er eigenlijk de baas. En toen ontdekte men zo'n beetje na de Eerste Wereldoorlog, ik moet even heel erg in mijn filmgeschiedenis graven, dat er geld te verdienen viel met dat nieuwe medium. Dus al die vrouwen die schreven, regisseerden, editen, want dat konden ze met name heel goed, omdat editen iets te maken heeft met naaimachines en dingen aan elkaar stikken. Nee, dat is echt waar. Dat is eigenlijk prachtig. Maar goed, er waren dus enorm veel vrouwen in die filmindustrie aan het werk. En toen ontdekten ze dat er geld mee te verdienen was. En toen kwamen gewoon de mannen met het geld van die grote zakken. Extra zwaar, die konden ze slepen met hun spierballen. En zo verdwenen de vrouwen uit Hollywood. En nu is er een beetje een soort gegenderde traditie in de filmgeschiedenis dat meer vrouwen naar verhouding documentaires maken dan speelfilms, omdat ze goedkoper zijn. Het is echt een verschrikkelijke gedachte. Dus hou dat in gedachten en wees niet bang voor grote budgetten, want ik denk dat dan dat fictie gebeuren best nog wel eens helemaal goed zou kunnen komen. Goed, dit terzijde. Nu betekent dat ik allemaal shortcuts moet gaan maken in dit verhaal, anders ga ik veel te veel vertellen. Een column is dus een wandeling en ik vind ik vind cinema stadsleven zo'n geweldige naam voor een ruimte die zowel hier is, maar die ook straks online virtueel blijft voortbestaan. En dan dat gecombineerd met de hoofdfilm van vanavond, De Stad is van ons, dat zette allerlei gedachteprocessen in mijn hoofd op gang, die dan deels persoonlijk zijn, ik loop ook al een tijdje mee, die deels te maken hebben met wat er zich zo aandient in het leven van een filmjournalist. En een van die dingen was dat ik, ik ga ergens hopen uit te komen met u, maar een van die dingen waar het begon was dat ik de afgelopen weken, toen ik wist dat ik hier iets zou gaan vertellen, door Amsterdam liep. Want ik dacht, oké, stadsleven, de stad was van ons, dat ben ik dan ook.
En ik ging heel veel naar vrouwen kijken op straat. Want we waren ook weer als mensen, na dat voorzichtige opstarten van die samenlevingen, die stad weer opnieuw aan het veroveren. En dat is een prachtig moment om je heen te kijken en te bedenken hoe bewegen mensen zich in de openbare ruimte. En hoe autonoom zijn ze daarin en in hoeverre mogen ze zich dat toe-eigenen. Die gedachte die bleef zo'n beetje zweven in mijn hoofd. En toen sprak ik vorige week aan de telefoon de filmmaker Eliza Hittman in Brooklyn, die net een film heeft gemaakt. Althans, die is vanaf vandaag in de bioscopen te zien. Past perfect in dit programma. Film die heet Never, Rarely, Sometimes, Always. En die film die gaat over een 17-jarig meisje, Autumn, die met de bus van Pennsylvania naar New York reist om daar een abortus te ondergaan. Hittman die maakte eerder naam met coming-of-age films over seksueel ontwaken. En in deze film laat ze eigenlijk zien wat het gevolg kan zijn van dat seksuele ontwaken in een omgeving waar eerder rarely, sometimes en always sprake is van allerlei vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan nee, never, nooit niet, baas in eigen buik en zo, niks te eisen heeft ze. En ze heeft heel weinig zelfbeschikkingsrecht over haar eigen lichaam en ze heeft heel weinig autonomie in die openbare ruimte. Eliza Hittman die liet zich voor haar film inspireren door de waargebeurde zaak van de Indiaas-Ierse vrouw Savita Halappanavar, die in 1912 overleed ten gevolge van een bloedvergiftiging nadat haar een medisch noodzakelijk abortus was ontzegd. Het werd een schandaal. Het werd echt iets in vrouwenkringen, in feministische kringen. De wet moest worden aangepast, maar dat gebeurde dan toch nog redelijk rommelig in Ierland. Ierland is nog steeds niet echt een plek anno nu waar vrouwen volledige autonomie over hun lichaam hebben. En dat wordt onder andere ook beschreven in een boek wat Eliza Hittman las ter voorbereiding op haar film Ireland's Hidden Diaspora, over de vele vrouwen die jarenlang de boot en de trein naar Londen moesten nemen om daar in min of meer vrijheid een abortus te kunnen krijgen. De reis in de film Never, Rarely, Sometimes, Always, die Autumn onderneemt van het min of meer landelijk provinciale Pennsylvania naar New York, is eigenlijk de Amerikaanse variant van de reis die die Ierse vrouwen moesten ondernemen. Want net zoals dus Ierland en het Verenigd Koninkrijk of Engeland in de Verenigde Staten verschilt die abortuswetgeving of de praktische uitvoering daarvan van staat tot staat. En die titel, Never, Rarely, Sometimes, Always, het komt uit een checklist van de sociale werkers van Planned Parenthood, die jonge vrouwen en meisjes die daar met een hulpvraag komen, een aantal vragen moeten stellen om iets te weten te komen over hun seksuele ervaringen en eventueel de oorzaak van een zwangerschap. En de scène waarin die titel gebeurt, ik ga niet zoveel vertellen natuurlijk verder, want ga die film zien. Maar vond ik in al zijn eenvoud echt een van de meest indrukwekkende dingen die ik de afgelopen tijd in een film heb gezien. En omdat ik Eliza Hittman door de telefoon sprak, wat een hele gekke situatie is voor een interview als je elkaar niet kent. Want ik weet hoe zij eruit ziet, foto, beroemd en zo, maar wat weet zij van mij, dacht ik, oké, we praten over zo'n delicaat onderwerp. Ik ga haar iets persoonlijks vertellen om aan te geven hoe belangrijk ik het onderwerp van haar film vind. En dat ga ik nu ook aan jullie vertellen, want wat ik haar vertelde was hoe ik ooit echt als prille tiener, ik geloof dat ik nog nooit iemand had gekust, door een klasgenootje werd meegesleept naar een demonstratie. Ik denk die abortuswet van 1980, die toen met een nipte meerderheid in de Kamer werd aangenomen, om dat te ondersteunen. Dus dat moet ook ongeveer dezelfde tijd zijn geweest. En ik heb hem al gezien, dus ik heb een beetje voorsprong op jullie, maar dat betekent ook dat ik voorpret heb. Waarin die radicale feministen, zoals we die in de stad was van ons kunnen zien, en al die geweldige leuzen op de muren van Amsterdam schilderden. Zij komt liever lesbisch met
IE, Dolomina's, de heksen komen, wij vrouwen eisen, baas in eigen buik. Hallo zeg, die feministen van het eerste, of beter gezegd tweede uur, waren copywriters waar je u tegen zegt. Mijn favoriet was man plus huis is herenhuis, vrouw plus huis is huisvrouw. Dat zijn echt memes avant la lettre. Maar goed, mijn demonstratieleven begon min of meer op het moment dat ergens op een grachtenpand iemand iets kalkte over Van Agt. Zult u dan straks ook zien, toenmalig minister-president die gecastreerd moest worden. Ja, het was wat drastisch met IE. De gemoederen konden hoog oplopen. Ik merk dit vooral op omdat je in een mensenleven eigenlijk altijd zo in het nu, in het heden leeft, dat het chockerend is, en dat meen ik serieus, om te merken dat er tussen toen en nu, Eliza Hittman, 40 jaar later, van alles is veranderd, maar dus eigenlijk bijna niets. En een ander moment in de stad was van ons, als we de oprichters van het feministisch filmcollectief met dubbel K, Cinemien, aan het woord horen. Dat heeft eigenlijk een vergelijkbaar effect op mij gehad met een C. Zij vertellen hoe ze hun distributiemaatschappij hebben opgericht om meer films van vrouwen en met feministische insteek, discussiefilms noemen ze zelfs dat, maar dat wordt dan in het Engels als documentary vertaald, in de bioscopen te krijgen. Dat is dus nu, in 2020, nog steeds nodig. Want er was ooit een heel mooi plan, 2020, 50-50, dat het dan zo'n beetje allemaal eerlijk verdeeld zou zijn. Nou, vergeet het maar. Dus dames, daar ligt een zware last op jullie schouders. En ik geloof dat het zelfs ook niet bijzonder goed gaat met deze, denk ik, inmiddels oudste distributeur van Nederland, uniek in Europa, die films van feministische makers, maar ook films van vrouwen over vrouwen, standvastig en consequent met elkaar in de bioscoop heeft gebracht. Hoe erg het dan ook in 2020 is, kan ik ook niet nalaten dan even semi-militant op te merken, is in mijn eigen beroepsgroep, die van filmjournalisten, zijn er geen vrouwen in vaste dienst bij kranten. Dus laten we zeggen, de mannen van Stavast, ja, zijn inderdaad mannen. Maar goed, Autumn, want daar moeten we weer naar terug. In Never, Rarely, Sometimes, Always, die moet dan misschien in die film de autonomie over haar eigen lichaam claimen. Ze is wel een autonoom personage. Er is geen blik die haar onderdrukt. Gaat u straks ook in de film prachtig uitgelegd krijgen als we horen hoe heteronormatieve ideeën over relatievormen, samenlevingen, niet alleen maar met seks en gender te maken, maar eigenlijk gewoon een andere manier is om patriarchale machtssystemen aan ons uit te leggen. Echt verrukkelijk. Zo is er in film eigenlijk ook iets wat je zou kunnen zeggen een heteronormatieve manier van kijken of een patriarchale blik, soms ook wel gewoon simpelweg de male gaze genoemd. En Autumn wordt niet in zo'n male gaze gevangen en daarom was het ook bijzonder om net even die twee fragmenten te zien, want in die films is ook geen sprake van een male gaze. Het is niet zo dat die blik gegenderd is, maar laten we zeggen, de male gaze maakt altijd de vrouw in de film tot een object, vaak van verlangen. Terwijl de female gaze de vrouw of het personage, want ook daarvoor het geldt niet alleen voor het gender van de hoofdpersoon, niet als object, maar als subject, als autonoom subject kan filmen. En doet dat op een manier die, zoals we hebben gezien, vaak tactiel, sensitief, meer impressionistisch is door bij het personage te zijn, waardoor wij als toeschouwers ook bij het personage kunnen komen. Nou, aan die blik moest ik denken toen ik weer door Amsterdam liep en naar vrouwen keek. En ik heb geen conclusies kunnen trekken over hoe vrouwen zich in de stad bewogen. Daarvoor waren mijn wandelingen te grillig, te poëtisch, te willekeurig en te veel verstopt achter van die vermaledijde mondkapjes, waar we toch ook weer een bepaald deel van onze autonomie door verliezen.
Maar ik ontdekte wel iets anders. En dat was precies wat Eliza Hittman mij ook had verteld over hoe zij het scenario voor haar film heeft geschreven. Namelijk in de bus. Van Pennsylvania naar New York. Van New York naar Pennsylvania. Het rijden werd schrijven. Het kijken werd schrijven. Het bij de mensen die ze bij elke halte in de bus zag stappen. Daar ze verhalen bij verzon. Backstories. Een handeling, een loopje, een blik, een kledingstuk. Dat, precies die sensitiviteit om bij een blik te kunnen zijn, die female gaze, daar heb ik mij in verlustigd de afgelopen weken toen de stad weer van mij werd. Welkom allebei. Ontzettend leuk om jullie hier te hebben. Als je naar... ik ga jullie eerst voorstellen. Nettie, gefeliciteerd met de première van je film. Het had eerder zullen zijn, maar... Ja, het zou in première gaan op de Roze Filmdagen. Uh-huh. Iets en, dichter bij de microfoon. Ja, op de Roze Filmdagen in maart. Ik denk dat het 3 dagen voor de première was dat het niet doorging. En 4 juni zouden we hier komen met de film. En dat ging ook niet door. Marjan, jij bent een van de feministes van Nederland van het eerste uur. Je komt in de film voor. Je was lid van Dolomina, medeoprichter van Mama Cash. Echt een vroeg aanstichter van de feministische beweging. Pak je microfoon. Ja. Ja. We gaan het zo erover hebben. Ik ben heel benieuwd, Marjan, als je naar Kate en Laura luistert over het leven nu aan de Filmacademie als tweedejaars studenten. Heb je de indruk dat er iets veranderd is? Nou, ik werd er ontzettend opgewonden van. Ik ook zo... Ten goede of ten kwade? Wat zeg je? Ten goede of ten kwade? Ten kwade. Ik werd nou echt gewoon dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe kan je na 40 jaar nog steeds een discussie hebben over dat er niet genoeg vrouwelijke filmmakers in het kanon zitten? Ik neem je niet kwalijk hoor. Maar verschrikkelijk vond ik het om te horen. En om te denken van dat eigenlijk dezelfde issues waar wij allemaal mee bezig zijn geweest over dat vrouwen te weinig zichtbaar zijn in de wetenschap, te weinig zichtbaar zijn in de literatuur, in de film, in alles, te weinig zichtbaar zijn, dat nog steeds op die manier speelt. Terwijl ik wel denk dat er van het een en ander veranderd is, maar dat er toch nog gewoon zo'n soort strijd is, dat er nog steeds wordt gesproken over cameraman. Nou, dat gaat echt mijn verstand te boven, hoor. Ongelooflijk, vind ik. Nettie, hoe is deze film tot stand gekomen? Ja, dat is een lang verhaal. Ik werd gevraagd om voor de Lesbian Nation Revival een registratie te maken. En dat was een hele lange dag. En die registratie duurde 5 uur. En die zou gegeven worden aan de diverse archieven als nalatenschap van de Lesbian Nation. En ik zei, er zitten hele mooie dingen in, maar eigenlijk kunnen we dat beter. We moeten het meer in een context zetten. En toen heb ik een aanvraag gedaan bij dezelfde stichting die Lesbian Nation Revival organiseerde. En aan het Aletta Jacob Fonds. En toen heb ik met dat kleine beetje geld ben ik aan de slag gegaan. Eigenlijk om de film, of de registratie, om te turnen naar een documentaire. Maar uiteindelijk zijn er maar 2 hele kleine stukjes overgebleven van de hele revival. En heb ik een nieuwe film gemaakt. Je wilde historische stukken toevoegen of juist actuele gesprekken? Ik vond dat de geschiedenis... ik was bang dat de geschiedenis zou verdwijnen. Dat hij is niet geschreven. Ik heb hem ook nooit ergens goed teruggelezen hoe wij als radicaal feministen in die tijd werkten en actie voerden. En ik dacht, ja, dat wil ik vastleggen voor de volgende generatie. Dus het is een heel andere film dan waar je mee begon. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Want ik ben naar ook een aantal vrouwen hier in de zaal toegegaan om hun fotodozen om te keren. Om foto's te vinden die bij de verhalen pasten.
En ik ben op zoek gegaan naar amateurbeelden die ik uiteindelijk heb gevonden bij Ilia. Want omdat ik een beeldgeheugen heb en niet zozeer een woordgeheugen, ben ik in mijn geheugen gaan zoeken welke vrouwen waren nu aan het fotograferen en waren aan het filmen. En toen wist ik één vrouw die altijd met een 8 mm camera liep en een hondje die altijd tegen je been opsprong. Dat was Stilschaap, een oude vrouw. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ze net bij Ilia haar 8 mm filmpjes had afgegeven. En dat waren allemaal filmpjes dat ze prachtig in beeld iets had. En dan zoomde ze in en was alles onscherp. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Nou, daar had je wat aan. Ja, om goed te krijgen. Maar daardoor heb ik wel uniek materiaal van de eerste homodemonstratie, Mars eigenlijk, kunnen zetten in de film. En ook heeft ze gefilmd op een van de tweede vrouwenfestival, waar al onze 20 paarden rondlopen en onze Amazones met een blote borst opstaan. Daar en wil ik zo meteen meer over horen. Ja. Laten we het even over de stad hebben, voordat we verder gaan in het feminisme van toen. De film heet De Stad Was Van Ons. En Amsterdam in die tijd was ontzettend verpauperd. Hè? Echte vellen hingen erbij. Was dat goed voor deze beweging? Of wat voor sfeer ontstond daardoor? Nou ja, de gezinnen trokken allemaal weg uit Amsterdam. De hele pijp was verpauperd. De Jordaan was dichtgetimmerd. Dus wij konden ons gang gaan. Wij schreven op alle muren, onze leuzen. En ja, het was armoe. En we kraakten. De politie liet dat gewoon gebeuren? Nou ja, we hebben regelmatig met een emmertje en behang en een bezempje op de Warmoestraat gezeten. Maar ja, dat duurde 2 uurtjes en dan mocht je weer naar huis. Ze kenden jullie intussen. Ja. Was het een... Marianne, hoe heb jij de stad toen beleefd? Was het een sfeer van vrijheid, van achterloosheid? Ja, ik vind het zo bijzonder dat jij zegt zo verpauperd en zo armoedig. Dat is helemaal niet hoe ik nadenk over de stad uit die tijd. Wat is jouw herinnering? Nou, wat ik vooral nu heb, is dat ik het allemaal veel te netjes vind. Dus dat het, ik heb heel erg dat ik denk, jemig, er kan hier ook echt helemaal niks meer. En als je ergens op een muur iets kalkt, dan moet dat er gelijk weer af. En je hebt alleen maar hele erg lelijke leuzen van jongetjes met spuitbussen, waarvan ik dan denk, nou, wat heb je daar nou aan? En, geen actieagenda? Geen actieagenda of een soort filosofie waarvan ik denk, nou. Maar het is natuurlijk waar. We konden van alles doen. En ik denk dat inderdaad De Stad Is Van Ons, vind ik een fantastische titel. Zo voelde het ook. Het was mijn stad. En wij hadden van alles op onze agenda als radicale feministen. Dat woord spreek ik echt nooit meer zo uit. Maar dat waren wij toen. En we hadden van alles op onze agenda, wat we inderdaad ook op de muren schreven. Maar we hadden sowieso het idee dat alles wat wij wilden, dat kon. En dat we dat gewoon gingen doen. Ik denk dat dat het hele grote verschil is tussen de stad toen en de stad nu. Afgezien van dat het veel te netjes is nu, heb ik ook het gevoel dat niks meer kan, niks meer mag. Ik bedoel, ieder café heeft noppen waar je binnen moet blijven, zou ik maar zeggen, met je stoeltje. In jouw filmcarrière, Nettie, heeft dit jou ooit gehinderd dat je vrouw was? Wat zij vertellen is eigenlijk erger dan wat ik heb meegemaakt. Op de filmacademie werden wel meer vrouwenfilms vertoond bij de filmgeschiedenis. En ik had de tijd mee, want toen ik op de filmacademie zat, ging ik stage lopen bij Kijkhaar en bij Otten, hoe zit het nou met zien? En je rolde in die televisiewereld en eigenlijk kon je alleen maar documentaires maken als je de televisie mee had en geld mee kreeg van de televisie om het te maken. Dus ik heb vrij... Maar ja, als je documentaires maakt, ben je ook op kleine manier bezig. Ik hou niet van die hele grote clubs met camera's en grote wagens en afzettingen. Dus ik was altijd iemand die een camera, cameravrouw, cameraman, geluid en dat ziet. Dus ik heb eerlijk gezegd geluk gehad. En ik denk dat De laatste 10 jaar is dat allemaal veel minder geworden met geld. Maar dat zij het veel moeilijker hebben om
te kunnen maken wat je wil maken. Als vrouw? Of omdat ook de filmwereld veel meer geïnstitutionaliseerd is? Dat laatste, ja. Dat laatste, dus niet zozeer als vrouw? Nee. Nee. Marjan? Nou, ik denk dat wat er zo belangrijk is, wat ook uit die film komt, wat je dan kan zien, is dat wij heel erg het idee hadden in de jaren 70 en 80, dat als je iets wilde, dat je het gewoon ging doen en dat het kon. En dus of het nou ging over demonstratie organiseren, of een vrouwencafé opzetten, of wat hier ook in de zaal zit heel veel ervaring met vrouwenboekhandels, drukkerijen, de knalpot, wil ik toch nog wel weer eventjes herhalen, hoe fantastisch. Een garage. Fantastische naam. Ja, geweldig. Café Sarijn, niet te vergeten. En Café Sarijn, ik bedoel, we wilden iets doen en we gingen het doen en het kon. En ik denk dat gevoel van, nou, kom op, de strijdbaarheid en toch de mogelijkheid om het te doen. En de strijdbaarheid en de stevigheid ook om te denken, hier moet iets gebeuren. Wij gaan actie voeren om iets te veranderen. En dat idee van, we hebben verandering is nodig en daar zullen wij eens even voor gaan zorgen. Dat is hoe ik ben groot gegroeid, zou ik maar zeggen. Wat voor mij de belangrijke jaren zijn geweest. En ik denk dat dat voor heel veel vrouwen van mijn generatie geldt. Dat wij de wind mee hadden. En dat wij ook dat wat we wilden ook voor elkaar konden krijgen. Laura, Kate, kom even. Ik kan niet naar jullie toe, want ik zit aan een hondenriem. Oh ja, een goed idee. Ja. Wacht, nu sta ik met mijn rug naar het publiek. Okay. Dat kan niet, hè? Kate, hoe komt jou dit voor als je het allemaal hoort? Denk je, zo is het ook in mijn tijd? Of denk je, leefde ik nog maar in de jaren 70? Nou, als ik zo hoor, dan denk ik, oh, dat lijkt me echt lekker om dat gevoel te hebben. Zo van, gewoon gaan we doen. Ja, ik merk dat toch. Maar ik vind dat wel lastig, omdat het voor mij individueel in een klas is met alleen maar mannen, denk ik ook net anders. Maar het voelt voor mij wel soms elke keer als ik er, of als ik het adresseer, of van, hey, waar zijn de vrouwelijke regisseurs, dat het heel erg is van, oh, daar gaat ze weer. En dan is soms bij mij ook het besluit om er niks van te zeggen. Ik denk dat Marjan daar heel anders in had gestaan. Ja, dat, god, daar heb je haar weer. Dat hebben wij natuurlijk allemaal meegemaakt de hele tijd. Ja. Oh, daar heb je haar weer. En dan raak je wel aan gewend. En dan denk je, ja hoor, daar ben ik weer. Laura, hoe komt jou dit voor, de sfeer van toen? Ja, goed. Het klinkt ook als, waar we het even net over hadden, was dat zij allebei vinden dat er nu geen feministische beweging meer is. En dat vind ik wel interessant, dat ik wel het idee heb dat wij ons op onze eigen manier ook wel weer proberen overal wat van te zeggen. Maar dat het veel meer gefragmenteerd voelt of zo. Dat wij dan even met z'n tweeën, en er zijn hier ook wat andere mensen van onze academie die er ook allemaal achter staan, wat niet vinden. Niet zozeer een beweging. Maar dat we niet met z'n allen op de barricade staan of zo. En dat is misschien ook wel iets, jullie inspireren ons daarmee en... Ik denk dat we daar iets mee kunnen. Ja. Het is ook zo dat de laatste 15 jaar het hele activisme zoek was. Het was zo'n individualistische bende eigenlijk. Er gebeurde helemaal niets. En gelukkig is het nu de laatste 2 jaar een beetje aan het terugkomen. Want ik heb die tijd echt gemist dat er dat Black Lives Matter, dat doet heel veel goed. Ja, dat ook. Dank jullie wel. Ja. Deze film vertegenwoordigt een ontzettend belangrijk tijdperk in jullie leven en in de maatschappij en het leven van veel mensen die hier vanavond zijn. Laten we naar een fragment uit de film kijken. Hierna gaan we kijken naar de hele film, maar nu even een fragment voor ons gesprek. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen. Het is georganiseerd verleden jaar voor het eerst door een stel vrouwen uit de vrouwenbeweging. Die er zeker van zijn dat er zo'n rijkdom is aan vrouwenactiviteiten, cabaret, toneel, muziek. Dat het best onderhand naar buiten gebracht kan worden. En dat dus met een festival jaarlijks. We hebben vergaderingen gehad. Toen kwamen mensen met ideeën aan en een van die ideeën kwam van Carla Schrama. Die kwam op het idee om het Amazone-verhaal uit te beelden in het Vondelpark. En zij was bij een manege en zij kon dan wel die paarden organiseren. En Maaike Meijer heeft toen de tekst geschreven en toen hadden we daar een enorm Amazone-spektakel. Dus Henny stond aan de ene kant van het podium en ik stond aan de andere kant van het podium. En dan over dat grasveld speelde zich dat allemaal af. Al die hollende paarden en die meisjes en kleine meisjes met zwaarden. En nou, het was
Het was geweldig. Daar waar de Grieken dachten dat de wereld ophield, daar aan de voet van de Oeral, daar leefden de Amazones. Zij behoorden zichzelf toe. Athene in het Griekse Attica was pas gesticht. De Grieken waren bang. Maar ze schreeuwden eroverheen en ze bluften tegen elkaar op. Wij durven naar de Amazones toe. Voor de toekomst stellen we ons voor dat er dit jaar 1 dag festival is, volgend jaar 2 dagen festival. In 365 jaar bereiken we dus een doorlopend festival. Nou, ik denk dat wat zo waanzinnig is in dit fragment, dat we dit hebben. Ik denk dat we daar dat we je daar zo dankbaar voor kunnen zijn. Dat jij in die archieven bent gedoken en dat je dit materiaal hebt gevonden. Want anders was het echt voorgoed verdwenen. Alleen degenen die er toen waren weten het nog. Het is eigenlijk, heeft het helemaal geen publiciteit gehad. En het was waanzinnig. Het was echt totaal krankzinnig wat zich daar afspeelde. En het was een prachtige show, waar iedereen die daaraan mee heeft gedaan waarschijnlijk nog met veel geluk aan terugdenkt. Maar het is ook vooral inderdaad dat het kon, dat we gewoon met een heleboel paarden door het Vondelpark konden hobbelen. En, ja. En daar een waanzinnige show neerzetten. Dat is, het is echt een historisch document, die film van jou. En dit soort beelden, nou, daar ben ik echt zo trots en blij mee ook. Dus veel dank, Nettie. Nettie, jij hebt ontzettend veel gemaakt in je leven. Opdrachtfilms, commercials, documentaires, auteursfilms, portretten van vluchtelingen, portret van het oogziekenhuis, herinner ik me. Zelfs een film Gelati over ijskoolmannen. Echt heel veel uit het leven gegrepen onderwerpen, om het zo te zeggen. En jij hebt ook een film gemaakt, en daar gaan we nu naar een clip van kijken, over damesorkesten in de jaren 30. Sweet and Hot Music. Ik was met mijn moeder naar de arena geweest, s'avonds. Ik ging mijn moeder wel eens ergens naartoe. En toen zag ik daar een groot damesorkest zitten, dat was de Red Hats. En die speelde saxofoon, alles trombone, alles trompet. Oh, zag ik tegen mijn moeder, dat zou ik toch nog gaan wel leren. Speelde geweldig. Dat liet me ook niet los en toen, toen ben ik naar huis gegaan. In de Jonge Franse, dat was een muziekzaak en daar stond een saxofoon in de etalage. En toen ben ik daar binnen gegaan en toen zag die meneer, zo jonge vrouw, hij zegt, wat komt u doen? Ik zeg, nou, ik zie daar zo'n mooie saxofoon in de etalage staan. Ik zeg, die is zeker erg duur, hè? Toen zegt hij, voor wie is die saxofoon dan? Ik zeg, nou, ik wil het zo graag leren, ik vind het zo mooi. Zegt die meisje toch, hij zegt, dat is toch meer een instrument voor een man om te spelen. Ik zeg, ja, daar heeft u wel gelijk. En ik zeg, maar ik heb van de week in de arena gezien, het is zo geweldig. En nou vind ik het ook mooi, ik wil dat ook leren. En nou zegt u dat die saxofoon 250 gulden kost. Mijn moeder wou hem dan wel kopen, maar als u dat kan, dan kan u zoveel geld per week betalen. Ik geloof 5 gulden per week. Dus als toen zijn we een heleboel geld om dit per week te betalen. Hij zei ook wel wat minder. Hij zei dan kan dat. Nou, een beetje gepraat, nog een keertje terug. En uiteindelijk gaan we die saxofoon dan halen. Zonder vooruitbetaling, helemaal nog gekregen. MUZIEK
In de dertiger jaren had je een groot aantal damesorkesten die actief waren in Nederland. En het muzikale peil van de dames was zeer hoog, zeer, zeer goed. Velen waren echt heel goed geschoold. In de loop van de dertiger jaren, als dus met name uit, dan krijg je de invloed uit Amerika. Dus de jazz, de swing, hoe je het noemen wil. Louis Armstrong, Duke Ellington komen hier. Ook Amerikaanse damesorkesten. En dan gaan bepaalde jongere dames gaan zich toeleggen op de swingmuziek. En dan krijg je dus buiten de oudere generatie of de klassieke opgevoede generatie, die dus Duits en Weense repertoire speelt, komen daar de jongeren, ik neem met name Annie hetzelfde en Klaartje de Vries, en die gaan zich toeleggen op de swing. En het was zo populair dat in Amsterdam op een gegeven ogenblik zelfs 4 damesorkesten gelijktijdig spelen. Er waren allemaal mooie meisjes hoor. En die waren allemaal goed spelen en ja, vriendinnen ook veel onder elkaar natuurlijk. Maar het publiek vond ons prachtig. Die hadden wel elke maand willen hebben dat we er zaten. Want als je op het Rembrandtplein keek, dan zat het hartstikke vol in alle zaken waar we gewerkt hebben hoor. Een damesorkest trekt altijd. Ik heb hem in, denk 1988 gemaakt. En toen leefden die vrouwen nog gelukkig. Dus ik heb er 5 kunnen vinden. En daar zit ook drama aan. Ze waren 16, 17 jaar en gingen naar Beirut. Ze gingen overal naartoe. En met prachtige contracten dat ouders hun afstonden. Meer of meer aan de manager. Maar het drama hierachter is dan dat die damesorkesten hadden een heel hoog niveau. Omdat er ook veel Joodse vrouwen naar Nederland kwamen. Omdat ze dachten dat ze hier veilig waren. En voelde hem al aankomen. En daarom bestonden er na de oorlog geen damesorkesten meer. En Annie leest dan een geweldig brief voor die ze gekregen heeft van Clara de Vries. Die dat een afscheidsbrief is, omdat ze weg wordt gehaald, denkt ze. Maar het is eigenlijk ik hou er ontzettend van om de geschiedenis te schrijven die of de geschiedenis te filmen die niet geschreven is. En dit is er een van. Wat betekende die orkesten voor de sociale verhoudingen toen? Was het een teken van bevrijding dat deze orkesten bestonden? Ja, dat denk ik wel. Want er was ook heel veel concurrentie. Want dan, als je wilde spelen als muzikant, dan moest je naar de Kroon in Amsterdam. Om elke maandag kon je dan werk krijgen. En die mannen waren echt een beetje pist op die vrouwen. Want die vrouwen die pakten het werk van ze weg. Marjan, toen wij elkaar van tevoren spraken, zei jij iets wat me echt is bijgebleven, waar ik over ben gaan nadenken. Zei je, feminist is nog steeds een scheldwoord. Vind je dat? Nou, het valt me op dat de afgelopen misschien wel 2 jaar, dus echt heel recent, meisjes of jonge vrouwen wel iets zeggen over ik ben feministisch. Maar eigenlijk tot nog maar heel kort geleden waren er ontzettend veel, zijn er heel veel vrouwen die toch zeggen, nee, ik ben geen feminist, maar, en dan zeggen ze iets heel feministisch. En dus dat het ik heb zelf het idee dat het feminisme niet zo'n hele erg goede PR heeft gehad. En dat eigenlijk voor heel veel mensen dan toch feminist zijn een scheldwoord is, of een iets is waar ze, wat een beetje eng, mannenhaters, nou ja, al die stereotypen, slecht gekleed, harig, noem maar op, dat allemaal hoort bij een beeld, een stereotype van feminisme van enge vrouwen. En dat is gewoon, ja, dat is de manier waarop je probeert om een beweging, een sociale beweging die heel belangrijk is, om die een beetje onschadelijk te maken. En ik heb het idee dat eigenlijk redelijk goed gelukt is. En ik vind nu, eigenlijk heel recent, dat begint te veranderen. Je zei tegen me ook, er is nu meer bewustzijn, maar minder ruimte om er iets mee te doen. Ja, ik ben nogal somber over hoe het nu gaat in de wereld. Wil jij dat, Nettie? Ja. Wat niet wil zeggen dat we ons daar moeten door laten tegenhouden. Maar het, ik denk wel. Ik vind nu wel dat, wat Nettie ook net zei, Black Lives Matter, dat er nu weer een hele beweging op gang komt. Van ik denk, nou kom maar die is veel heftiger. En ik denk dat op zich de ruimte voor sociale beweging op dit moment veel kleiner is geworden. Dus dat de strijd ook harder is. Het valt op in de film, en iemand in de film memoreert dat ook, dat dit een hele witte beweging was toen. Geen zwart gezicht te zien.
Ja, dat klopt. Ik heb het natuurlijk ook als, in eerste instantie als archieffilm gemaakt. Maar wij tijden zijn ook heel erg veranderd. In 1984 werd pas de eerste Sister Outsider opgericht. En er waren wel 3 of 4 zwarte dames, wat je nu zwart noemt, maar dat was Pamela was in Indisch, Dolores was uit Suriname, maar dat was, we waren allemaal gelijk, dachten wij. Maar ja, er werd ook in, dat had ik graag willen belichten, maar dat is niet gelukt. Er werd ook onder de vrouwen geen onderscheid gemaakt tussen arbeidersklasse, middenklasse, goede klasse. Dat liep allemaal dwars door elkaar heen, terwijl in de jaren 70 in de maatschappij dat wel degelijk zo was. Nou, ik denk dat het bewustzijn over kleur, dat in de jaren 80 op gang is gekomen. En want ik zat in het begin van Mama Cash met onder andere Patty Slegers, die hier ook zit, wat leuk is. En in Mama Cash hebben we die hele bewustwording over kleur hebben we ook meegemaakt en daarover ook nagedacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer, ook in het bestuur en bij het personeel, en hoe zorgen we ervoor dat er meer diversiteit is? En dat was er toen eigenlijk amper en dat is langzamerhand steeds gegroeid. En dat is er is nu een hele sterke zwarte gekleurde beweging. En dat is later op gang gekomen. Ik wil jullie, voordat we over een paar minuten moeten afsluiten, om naar de hoofdfilm te gaan kijken, nog een andere uitspraak voorleggen die in de film wordt gedaan door Pamela. Die is hier vanavond ook. Heel grappig om iemand die je kent van het doek ineens in levende lijven voor je te zien staan. Ziet er heel goed uit hoor. Nou, zeker. Ze zei, en dat vond ik ook treffend, ze zei, we waren utopische idealisten, maar voelden ons wel ver verheven boven de rest. Herken je dat? Ik niet. Ja. Nou, misschien kan Pamela, ze vertelt het goed in de film en ze legt het goed uit. Ik denk wel het inzicht wat wij hadden. Ik spreek maar even, het is geen pluralis, maar die status, maar gewoon veel vrouwen. Het inzicht wat wij hadden over hoe zit de wereld in elkaar. We wonen in een patriarchale maatschappij en dat moeten wij veranderen. Dat inzicht, dat voelde wel, ja, superieur is misschien een beetje een raar woord, maar ik had wel iets van, ja, ik snap iets wat een heleboel andere mensen niet snappen. Je had het morele gelijk aan jouw kant. Ja, nog steeds. Dat helpt altijd. Ja. Heel mooi, heel mooi. Tot slot een uitspraak uit de film, aan het begin van de film, die het heel mooi samenvat. En ik wil weten hoe jullie er nu tegenaan kijken. Wat is het, 50 jaar na, 40 jaar na de begin van die beweging? De stad was van ons en alles moest anders. Is dat verleden tijd of leeft dat nog? Dat leeft nog wel, denk ik, ja. Het moet nog heel veel anders. Ja. Nou, de stad was van ons, zo voelt het voor mij niet. Ik heb het idee dat de stad op dit moment van de expats is. En dus nee, dat voelt niet meer helemaal zo. En ook al wat ik zei net, alles is netjes geworden en alles is gereguleerd. En dus dat voelt niet. Ik heb eerder het gevoel dat wij de stad weer moeten terugveroveren. En ik hoop dat ons dat zal lukken. Ja, dat heeft ook te maken met huurprijzen en met dat het gewoon onbetaalbaar is voor de meeste mensen om in de stad te wonen. En de stad is van ons en? Alles moet anders. En alles moet anders. Ja, natuurlijk. Dat is helemaal ontzettend aan de orde. En er moet dat ontzettend veel veranderen. En ik hoop ook dat die coronacrisis zal helpen om een aantal veranderingen, waarvan eigenlijk een heleboel mensen nu snappen dat dat echt moet, om die tot stand te brengen. Maar dat is een enorme klus. En dat is niet alleen maar een feministische klus, maar dat is dus ook een anti-racistische klus. En dat is een klus over de natuur en ja, al die verschillende terreinen. Dus een groot werk. Dus dat ben ik zeer mee eens nog. Dus we eindigen ons gesprek met, zoals het ook begon, met een call to action. Aan het werk. Dank jullie hartelijk.